Wat ik in die periode ook heel lastig vond, is dat ik al iets van 9 jaar hè, prima werkte. En dan word je ziek, iets waar je ook niet zelf voor kiest. En dat je dan op zo'n manier met je om moet gaan, alsof er dus niet meer wordt gekeken naar de Jessica die van tevoren was en die hè, prima ook haar bijdrage deed. En hè, ook prima beoordelingen had. En opeens wordt er anders met je omgegaan. Dat voelde voor mij zo akelig. Daar heb ik me echt ook wel door gevoeld dat alsof ik niet meer gezien werd. Niet meer gezien werd voor dat alleen mijn zieke deel werd gezien en niet meer mij als totaal persoon, zeg maar. Wat mooi is, is dat mensen vaak het uitspreken en dat ze maar niet stigmatiserend bedoelen. Dus je krijgt gewoon vragen van, kun jij dat wel? Of dat moeten we even goed vastleggen. En dan denk ik van, ja, maar waarom? Bij mijn collega's schrijf je het ook niet op. Dus dan gaan mensen het heel veel voor je invullen. Hoe ik mijn autisme en waar ik last van heb, zonder dat ik ze dat verteld heb. Ik merkte dat ik, toen ik terugkwam na mijn eerste depressie op het werk, dat mensen niet meer tegen me wilden praten of durfden te praten. Dat mensen ook echt de andere kant uitkeken of echt ervaren dat mensen echt achter een kast of een plant wegdoken van, oh, als ik haar zie, dan moet ik iets zeggen en ik weet niet wat. Of ik durf dat niet of ik vind dat misschien eng. Ik denk dat ik het misschien nog het ergste of een van de ergste dingen vond dat mensen in mijn optiek mij negeerden. Alsof ik er niet meer was. Dat gaf me zo'n onzichtbaar gevoel. Van echt zo'n gevoel van, ja, maar jij mag hier niet meer zijn. Of je doet er niet toe. Nou, toen ik uit de kliniek kwam en ik weer bij mijn ouders ging wonen, werd ik gebeld op mijn mobiele nummer. Ik had nog steeds hetzelfde mobiele nummer. En een oud collega belde op en die zei, die wenste me eigenlijk een prettig leven verder. Dus die nam eigenlijk gewoon afscheid van me. Die nam echt letterlijk afscheid van me. En ik was verbijsterd en ook wel kwaad. Voornamelijk dat. Ik denk dat hij afscheid van me wilde nemen omdat hij bang van me was geworden. Omdat ik denk dat ik met hem, dat het ook iets met hem zou doen of dat ik slecht zou zijn voor zijn carrière of dat de associatie met mij gewoon dat mensen daarop neer zouden kijken. Ik denk dat het was. Ik ben verpleegkundige van huis uit, zoals dat heet. En mijn eerste dag in de opleiding kreeg ik een welkomstspeech. En die man die opende met dat psychiatrie en psychische kwetsbaarheden op de voorgrond stonden in de opleiding, dat daar oog voor was. En dat er een aantal uitzonderingen waren van mensen die dus nooit verpleegkundige konden worden. En het eerste wat hij opnoemde was autisme. Nou, 4 jaar later bewees ik dat gewoon prima kan. En inmiddels ben ik er 12 jaar. Dus dat is wel, dat vond ik wel heel tekenend van een stigma, zelfs in de gezondheidszorg, van iemand die verstand heeft van de psychiatrie, die dan onderuit schoffelt van, jij kunt je droom niet waarmaken. Dat doet ook wat met je natuurlijk, als je dat gevoel hebt dat mensen over je roddelen. Ik weet ook dat mensen over me geroddeld hebben. Je ligt altijd onder vuur. Als je zelf een psychische kwetsbaarheid hebt of je bent verslaafd geweest, word je altijd met een groot glas bekeken. Altijd. Een werknemer met kanker wordt makkelijker ontzien met liefde. Daarmee wil ik zeggen dat mensen die met kanker hebben, dat roept veel empathie op. Mensen met schizofrenie roepen het feit, vanwege het feit dat ze vaak teruggetrokken zijn, niet zo sociaal zijn als de rest, roepen wat minder empathie op. Soms krenkt het mijn zelfvertrouwen heel erg, omdat als iedereen in jouw omgeving of in je team, in mijn team tegen mij zegt, je ziet er moe uit of je hebt het zo druk. Als je dat een dag lang doet, dan denk ik om 5 uur, ja, ik heb het inderdaad heel druk. Terwijl ik heel de dag eigenlijk niks hoef te doen, bijvoorbeeld. En zo zwart-wit kan het wel zijn. Het vervelende is dat juist dan zo'n overbezorgdheid of die betutteling juist maakt dat ik erover ga piekeren. En dat is wat we niet willen, want dan raakt mijn hoofd vol en loop ik vast en doe ik mijn werk niet. Terwijl als ze gewoon
normaal een gesprek voeren en gewoon vragen één keer van hey, is het niet te druk voor jou? Dat kan natuurlijk gewoon. Ik ben zeg maar, en meerdere collega's met mij, door een reorganisatie, dat gaat volgens een heel net principe. Ik weet ik kan dat nooit aangeven of het mijn ziek zijn daar een rol in heeft gespeeld. Ik heb dat echter wel zo ervaren. Zeker omdat er op een gegeven moment wel weer ook nieuwe functies toch weer kwamen binnen dezelfde afdeling waar ik werkte. Waarbij dan tegen mij werd gezegd dat een senior functie was. En dat ik niet daar de senioriteit voor had. Terwijl in de reorganisatie was ik wel afgespiegeld tegen iemand die wel senior was. Het moment dat ik mijn baan verloor, was een samenloop van omstandigheden. Maar mijn autisme speelde daar wel echt een rol in. Ik werkte op dat moment zowel bij de ambulancedienst als bij een intensive care afdeling om mijn diploma's en dergelijke op te poetsen. En dat was een bezuinigingsronde en ik heb daar 9 maanden met heel veel plezier gewerkt. En een maand voor die bezuinigingsronde waren er opeens problemen in mijn interactie. Want ik was niet duidelijk genoeg geweest naar een collega en die collega vond dat vervelend. Nou, dat kan. In mijn hoofd is dat geen groot probleem. Ga je tegenover elkaar zitten, praat je het uit. Alleen bij mij moet er dan opeens leidinggevende bij zijn en een PNO-medewerker. En moet het meteen op papier gezet worden, wat zoveel druk oplevert dat ja, je mijn autisme in volle bloei ziet. Ik zeg dan ook niet de juiste dingen. Ik ga heel direct zijn, dus dan is het heel makkelijk streepjes zetten en tada, al was een maand later stond hij op straat. Dus dat was wel heel, heel shocking. Ja. Gewoon echt heel schokkend. En dat maakt dan dat ik ook denk van oké, ik kan het dus toch niet, dan maar totaal iets anders. En dat kost dan een jaar. De periode dat ik werkzoekende was, was ik ook in behandeling voor mijn autisme. Dat werd gecombineerd met elkaar. Ik kreeg een jobcoach bij de GGZ of een arbeidscoach bij het GGZ. En we zijn samen eigenlijk weer begonnen van oké, waar sta je, wat wil je gaan doen? Ik wilde niet meer in de zorg werken, maar ik had wel die diploma's. Er moest geld op de plank, dus ik werd naar de thuiszorg gestuurd. Grote thuiszorgorganisatie, open geweest over mijn kwetsbaarheid. En toen werd er gezegd van ja, je bent al 8 jaar verpleegkundige, maar dit is een nieuwe CAO. Dus je moet helemaal op nul beginnen. Dat was vreemd. Waarom? Ja, we willen wel zeker weten dat je je werk goed kunt doen, wordt er dan gezegd. En dan denk je van, ja, maar daar is mijn proeftijd voor. Ja. Nou, toen ik in dienst kwam daar, vanwege een nieuwe CAO en omdat het allemaal nieuw zou zijn voor mij, werd er besloten van oké, je bent HBO geschoold, je hebt werkervaring. We zetten je in de laagste salarisschaal, niet van de HBO, maar van de MBO. Dus in plaats van schaal 45, schaal 40. Dat zouden ze dan een half jaar aanzien. En na het half jaar zou ook een evaluatie komen en dan zou ik netjes betaald gaan worden. Dus daar stemde ik in eerste instantie mee in. En na een half jaar wordt dat gesprek niet gevoerd. Ik merkte dat toen ik intern naar een andere functie ging, dat er vanuit HRM ook daadwerkelijk werd gezegd van we maken met jou aparte afspraken op papier over je functioneren. En dat ging niet zozeer over de functieinhoud, maar meer van of je wel je grenzen kon aangeven, of je wel genoeg pauze gaf. Dus ik had het idee dat er op alles een vergrootglas lag, dat ik echt heel erg werd gevolgd of ik het wel kon volhouden. En ik merkte daarin dat ik voor mijn gevoel niet meer het vertrouwen kreeg. Dat er juist werd uitgegaan van, dat ik het misschien niet zou kunnen. En het werd een beetje gebracht als zijnde van, we nemen je in bescherming, maar zo heeft dat voor mij absoluut niet gevoeld. Nou, je merkt dat ze heel, waar werkgevers bang voor zijn, is moeilijk te zeggen, omdat ze al heel krampachtig met je omgaan. Dat wil zeggen dat ze heel lastig vinden om te verwoorden hoe ze naar je kijken. Ze hebben in ieder geval bepaalde beelden erbij, bepaalde verwachtingen. Maar daar zijn ze over het algemeen redelijk gesloten over. Ja, welk beeld dan precies? Ja. Toen ik dus bij de vrouwenopvang ging solliciteren en daar afgewezen werd, vond ik echt heel naar.
ik had voor mezelf het gevoel van, hé, ik ben goed bezig. Ik ben gestopt met mijn middelengebruik. Ik ga direct naar school toe. Ik ga een hbo-opleiding volgen. En ik kwam daar bij die vrouwenopvang en er werd eigenlijk verteld van, nou, dat moest ik eigenlijk helemaal nog niet doen, want daar was ik nog helemaal niet aan toe. Dus ik werd een stuk in de tijd teruggeworpen. Het deed wat met mijn eigen waarde. Ja, het feit dat ik niet werd aangenomen, doordat ze gehoord hadden van mijn vorige werkplek dat ik autisme heb, maakte me heel erg boos. Tegelijkertijd machteloos. En ik wist ook niet wat ik eraan kon doen. En ja, je droom valt eigenlijk in duigen, omdat je juist een beeld hebt van een heel open-minded organisatie, terwijl die dat helemaal niet blijkt te zijn. Nou, ik, om een voorbeeld te noemen, ik heb bij een reïntegratiebureau gezeten en daar werd gewoon gezegd, je moet het niet vertellen. En ik had al redelijk wat schaamte, maar dan wordt, mensen dat tegen je zeggen van je moet het niet vertellen, dan wordt de schaamte eigenlijk alleen maar groter. Dan denk je echt van, ik heb iets vreselijks meegemaakt, zo vreselijk dat niemand dat eigenlijk mag weten. Nou, als je tegen stigma aanloopt, zoals het mislopen van je droombaan, dan heeft dat zeker effect op je zelfvertrouwen. Maar ik ben wel het type persoon die van een beetje frictie juist sterker wordt. Maar ik vond het wel lastig om weerbaar te zijn in die situatie. Omdat ik beginnend was op de arbeidsmarkt. Eigenlijk klaar was om alles te accepteren voor die droombaan. En dan is het heel lastig om je te verzetten. Mijn vriend en ik we waren alle twee gestopt. We zijn samen gestopt. We zijn samen ook uit een verslavingskliniek weggelopen. Hij zat 17 maanden, ik 9 maanden. En we zijn uiteindelijk samen weggelopen. En we zouden samen op een gegeven ogenblik aan het werk gaan. En ik ging me in laten schrijven bij de uitzendbureaus. En hij ging zich laten inschrijven bij de uitzendbureaus. Nou, ik had al heel snel werk. Eigenlijk al binnen een week. Omdat ik al van tevoren goed had nagedacht over van, ga ik dit nou vertellen dat ik verslaafd ben geweest bij die uitzendbureaus of niet? En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat vind ik eigenlijk niet de moeite waard om voor een uitzendbureau te vertellen dat ik verslaafd ben geweest. Maar ja, ik moet wel een oplossing vinden voor het gat van 10 jaar dat ik niet gewerkt heb. Dus ik heb als excuus gebruikt dat ik voor mijn kind moest zorgen. Ik had een zoon, dus daar moest ik voor zorgen. En daarom had ik niet kunnen werken. Dus ik was eigenlijk al vrij snel aan het werk. Maar mijn vriend die kreeg maar geen werk. En elke dag, ik zeg, nou, ik kreeg bijna het idee, hij wil niet werken natuurlijk. Hij wil zeker weer gaan gebruiken. Dat idee kreeg ik al, om over stigma's te praten, dus dat doe ik zelf ook. En toen ben ik eens aan hem gaan vragen van, goh, hoe komt het nou dat jij niet aangenomen wordt? Ja, zegt hij, ik ben altijd eerlijk. Ik vertel dat ik verslaafd ben geweest, dat ik opgenomen ben geweest en dat het nu goed met me gaat en dat ik in het verleden detentie heb gehad. Ja, dat snap ik natuurlijk dat jij niet meer aan het werk komt. Dus ik heb hem geadviseerd om naar een uitzendbureau te gaan en dat niet te vertellen. En toen had hij ook binnen een week werk. Het effect op mijn carrière van vooroordelen van anderen is best groot. Mede omdat zowel van mijn vrienden, dat ik een groot deel van mijn netwerk ben kwijtgeraakt. Zowel van mijn vrienden als van mijn oud-collega's. Dus je raakt gewoon een gedeelte van je netwerk kwijt. En dan is het gewoon moeilijk om, als je in een functie werkt waar het netwerken heel belangrijk is. Dan is het kwijtraken van je netwerk door roddel en achterklap is echt vreselijk. Wat ik al zei, ik hoop echt dat we gaan kijken gewoon naar iedereen, ongeacht psychische kwetsbaarheid, van wat kan iemand, waar is hij goed in en hoe kan hij mijn bedrijf dienen.